Dat zijn niet alleen de werknemers van het Academisch Ziekenhuis, maar van 6 ziekenhuizen die op dit moment in sit-down actie zijn. Wat er gebeurd is, de factuur en de overheid zijn overeengekomen dat de ambtenaren en daaraan gelijkgestelden een koopkrachtversterking kregen vanaf 700 SRD. En dat is vanaf de afgelopen maand. En tot onze verbazing hebben de ziekenhuizen dat geld niet ontvangen, deze 6 ziekenhuizen. En we hebben contact gemaakt met de directies om te vragen waarom. De directies konden ons ook geen duidelijk antwoord geven. We hebben een brief geschreven naar de minister. En tot onze verbazing kregen wij op 14 oktober een antwoord van de minister terug dat wij het in feite met de directeuren moeten bespreken en dat zij dan de minister van Volksgezondheid bij deze met een financiën terug zou koppelen. Dus we hebben besloten om het met onze leden op te nemen. Dat is gebeurd in ALV's gisteren en de leden hebben dus besloten dat er een sit-down actie komt. Wat ons nog met de verbazing schept, is dat er plotseling een twijfel is als de personeelsleden van de betreffende ziekenhuizen landsdienaren zijn of niet. En ik weet niet van waar die discussie plotseling komt. En die discussie is opgewaaid naar aanleiding van die uitbetaling die moet plaatsvinden. Precies. En dat is voor ons heel vreemd. Het bevreemd ons. En per wanneer moest het worden uitbetaald? Afgelopen maand is het voor het eerst uitbetaald en de bureauambtenaren hebben dat wel ontvangen. En de sit-down actie is gaande, meneer Pool. Wie heeft er allemaal dispensatie? De cruciale afdeling waaronder EHBO hebben dispensatie. In elk ziekenhuis, al de 6 ziekenhuizen, verschilt het natuurlijk welke afdelingen dispensatie hebben, omdat de structuur van de ziekenhuizen ook verschilt. De mensen zijn in sit-down actie, dat is voorlopig alleen in de ochtenddienst. Dat is gisteren en vandaag. Als dat geld vandaag niet voor de mensen wordt overgemaakt, gaan we morgen over naar verscherping van de acties. Een andere vraag die ik wil stellen. Gaan we niet te snel in actie hier in Suriname? Zou het niet beter zijn dat we eerst overleg plegen voordat we in acties gaan? Als men niet open staat voor dialoog, want men praat altijd over uitputtend dialoog. Wat is uitputtend? En als niemand duidelijkheid kan geven in zaken, je wordt van het kastje naar de muur gestuurd. Nou dan, rest er niets anders te doen dan acties. En je ziet dat wij altijd rekening houden, voor proberen zoveel mogelijk rekening te houden, omdat wij ook geen acties op de werkvloer willen. Maar als er ons niets anders rest te doen, dan gaan we acties moeten voeren. Meneer Pool, de bond bij het AZP maakt deel uit van de CLO. Is dit ook besproken met de nieuwe voorzitter, de heer Miskin? Dus kijk, voor mij als bestuurslid praat ik niet over een nieuwe voorzitter. Dat moet wel duidelijk zijn. Er zijn issues binnen de CLO en die moeten worden opgelost. Maar ik praat niet over een nieuwe voorzitter. Maar erkent u wel de heer Miskin als de nieuwe voorzitter? Ik praat niet over een nieuwe voorzitter. Als de voorzitter? Ik praat niet over een nieuwe voorzitter. Maar wie ziet u als leiding daar? Want ik ben gekozen in het bestuur onder leiding van meneer Hooghart en dat is het voor mij tot op dit moment. Als andere veranderingen komen, dan moet dat ook duidelijk zijn. Dus het is duidelijk, u erkent de heer Hooghart nog steeds als uw voorzitter? Als voorzitter van de CLO. Maar voor die onderhandeling tegelijkertijd erkent de regering meneer Miskin. Nou, dus ik weet niet wat er daar mis is gegaan met de regering, want de regering weet dat er issues zijn binnen CLO. Dus als ik het zo bekijk, dan heeft de regering in feite partij gekozen. En dat is niet correct.